Johan, je hebt massage gegeven met je broertje, hè? Waarom? Omdat het goed is en dan kan ik geld verdienen voor Nepal. Wat is er in Nepal gebeurd dan? Er is beving gekomen. Wat is er toen gebeurd? Toen gingen de meeste van de huizen kapot. En waar gaan we het geld voor gebruiken? Voor Nepal. Wat gaan we doen met het geld? We gaan het aan Atjeba geven. Wie is Ajoba? Atjeba is de vader van papa. Want jij bent al half Nepalees, hè? Ja. En gaan we naar Nepal toe? Ja. Dan gaan we dat geld brengen, hè? Ja. Ja. En wat voor massage heb je gegeven? Wangenmassage en rugmassage. Hoe doe je dat? Kan je dat even laten zien op je been? Kijk eens. Ja? Dan ga Ja? je eerst. Ik heb het net ook met papa gedaan. Dan ga je met een plukje. Stemmoetje van het bloemetje en dan plukt de gasprietje. Hij deed het gasprietje Ah. van de paardenbloem. Een stemmetje van mijn paardenbloem. En toen ging papa's richting en dan ging dit doen. Een kietelmassage. En die andere? Wat was die andere massage? Dat je op gaat lopen. Oh, op zijn rug. Dat je rug gaat lopen. En als je dit gaat doen. Yeah. En hoeveel geld heb je, vraag je voor een massage? 2 of 1 euro. Ah, wat goed. Of 3 of 4 euro. Voor extra lang. Ja.